Voor de laatste keer werden vanmorgen de fietsen geprepareerd voor een koers. Daarna is het voor de Vacant Soleil-ploeg over en sluiten. Ik heb het altijd met hart en ziel gedaan en zo. En altijd klaargestaan voor de jongens, zowel voor de staf als voor de renners en zo. En al. En dan doet het wel pijn, ja. Ja, ja, het is wel balen dat het stopt. Ja, ja, dus, het is jammer, het is heel jammer. Er is altijd een begin en er is een eind. En vandaag is voor ons zo'n beetje het eind. Wat wij weten is dat we het maximale hebben gedaan om een verlenging in te zetten door andere sponsors te benaderen. En het is ons net niet gelukt. Zo zit het leven in elkaar. Wij beschouwen het toch als de laatste wedstrijd. Om die winnend af te sluiten zou heel mooi zijn. Ja. En ik denk ook wel dat die jongens daarmee bezig zijn. De derde plaats in een ronde van Italië in het eindklassement is natuurlijk top. Als je daar ook nog een keer de koninginrit wint, zijn dat topprestaties. Ja, Johnny heeft natuurlijk met zijn ongeval en zijn bolletjes trui heeft hij enorm publicitaire waarde toegevoegd aan deze ploeg en voor hemzelf. Maar ja, ik heb ook het idee dat we heel veel tegenslag hebben gehad. Ja, te veel. We gaan proberen weer opnieuw een ploeg in elkaar te zetten. Kijk eens aan, waar moeten we dan aan denken? Nou ja, terug in de World Tour. Of gewoon een opbouw. Dat zal gewoon helemaal afhangen van het budget waar je over beschikt. Er zijn allerlei contacten. Maar te laat voor volgend jaar. Het is iemand van de Lotte ploeg. En het is 15. En dat is Jens de Visseren. Jens de Visseren, winnaar van deze 80ste sluitingsprijs. Ja, het gaat niet echt om de overwinning, maar... Ik vind het belangrijk dat we goed als ploeg hebben gekoerst en dat we gewoon een goed gevoel af kunnen sluiten nu. Ja. En heb je nu een goed gevoel? Nee. Ik heb wel een nieuwe ploeg, maar ik ga met pijn in het hart weg bij Vacant Soleil.